Bon dia, bon dia. We hebben weer een prachtige dag hier op Curaçao. En we zijn vandaag in Brakkeputtabouw. Brakkeputtabouw waar we zowel huur- als koopappartementen hebben. Allemaal met eigen garage. In verband met de veiligheid kom je aanrijden. Je stapt uit je auto in je eigen garage. En je loopt zo het appartementencomplex binnen. Naar je eigen woning. Stel voor je hebt bezoekers. Er is een intercom of je komt zelf te voet, dan is dit de mogelijkheid om binnen te komen. Er zijn hier appartementen te huur op de begane grond en op de eerste verdieping. En we gaan er eentje bekijken die op de eerste verdieping gelegen is. Zowel met meubels als zonder meubels is mogelijk. Vakantieverhuur is niet toegestaan, alleen maar lange termijn verhuur. Dus rust en veiligheid is hier bijzonder belangrijk. Al een klein stukje van het zwembad. En hier zit je op je heerlijke porch. Zicht op de tropische tuin en op het zwembad. Appartementen beneden hebben ook een porch. En als je binnenkomt, dit appartement is volledig gemeubileerd. Gemeubileerde appartementen zijn de huurprijs vanaf 2700 gulden per maand. En zoals je ziet, modern, compleet, volledig ingericht. Hele goede kwaliteit. Twee slaapkamers met airco, beide. En ook twee badkamers. Badkamers met warm water. Stroomvoorziening is allemaal 220 volt hier. Kijk, beide slaapkamers hebben hun eigen badkamer. En deze badkamer. En deze badkamer is ook een wasmachine en droger. En vanuit de woning loop je naar het zwembad toe. Er is een hele grote binnentuin. In totaal zijn er dus 60 appartementen. Koopappartementen vanaf 400.000 guldens. En de huurappartementen gaan vanaf 2300 zonder meubels. En 2700 met meubels. We lopen even een rondje over het complex heen. Om te laten zien hoe heerlijk het hier is. En er zijn aan beide kanten van het zwembad appartementen. In totaal zo'n 60 appartementen. Het zwembad is gezamenlijk met de andere bewoners. Er mogen op dit complex natuurlijk kindjes wonen. Hartstikke leuk met kinderen. Maar geen hondjes. Eventueel een poes binnen mag nog. Een konijn, een cavia, iets van dat. Maar geen honden toegestaan. Rust en veiligheid. Kijk hoe groot het zwembad is. En we gaan een stukje van de binnentuin laten zien. Palapa, waar ook internet is. Prima verzorgd, zoals je ziet. Aan beide kanten zijn de appartementen, zowel beneden als boven. En genoeg mogelijkheden om rustig te zitten, te genieten van de binnentuin. De binnentuin is ook gezamenlijk. Niemand heeft zijn eigen tuin. Maar als je van planten houdt, mag je natuurlijk wel zelf ook wat tuinieren. Kijk, nog een palapa met uitzicht op het zwembad. En hier de rij met appartementen links en rechts. Je ziet hoe groen het is. Appartementen dus, huur en koop. Ze liggen allemaal achter elkaar met een mooie grote binnentuin. En op de hoek van het resort is de vijver. Hi collega's! De vijver en dit prachtige uitzicht. Brakkeputtabouw. Kijk op de website curahousecare.com.